De tweedaagse exportbeurs die gisteren in Roelies Event Venue van start ging, is een activiteit van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie om de lokale productie en de export verder te stimuleren. Minister Reshma Kuldeep Singh zei daarbij dat de focus van ondernemerschap bij de facilitering van kleine en middelgrote ondernemingen ligt. Volgens de minister wordt continu gewerkt aan stimulering van ondernemerschap en verhoging van het exportpotentieel. Dit geeft ons inzage in de potentie van de sector en de wijze waarop het beleid aangestuurd moet worden om de export te faciliteren en de capaciteit te verhogen. Vanuit het ministerie van Economische Zaken zijn wij al geruime tijd bezig programma's uit te voeren ter versterking van ondernemerschap, als ook de exportpotentie te verhogen. En ik geloof erin, president, dat KMO's de ruggengraat zijn van de economie van een land. Vandaar dat wij stressen op het KMO-fonds en dat in oktober een feit zal zijn. President Chandrika Prasad Santokhi vindt de EZ-exportbeurs belangrijk omdat productie, export en business development afhankelijk zijn van een goed investeringsklimaat. Volgens de president is de lokale productie een belangrijke steunpilaar voor economische groei. Dat ik een toename zie van lokale productie. En dat is nodig, as expressed by the ambassador of Guyana. That the policy strategy of the Caribbean community is to reduce the import, yes, by 25% by 2025. And start with the food. Start with the food because the import bill of the Caribbean community is $6 billion annually for only import. Well, if we can reduce it, stimulate local production, support local production, then that will support also economic, your economic growth and will create opportunities for a country to export to the region. De EZ-exportbeurs moet exporteurs en potentiële exporteurs de gelegenheid geven te netwerken, informatie te vergaren en hun producten tentoon te stellen aan buitenlandse en lokale opkopers. De beurs duurt tot en met vandaag.